Jongens, een nieuwe week, een nieuwe Gamers at Gear. Gamers at Gear, waar we iedere week de laatste tech, gadgets en gear behandelen. Hiernaast zit Tom, ik ben Peter en we gaan deze week, en het is geen random review, want het is geen grapje, het ligt niet aan het toestel, want we gaan echt een tas reviewen. Een e-sports tas. Jij zegt tech, gadgets en gear. Het is gear. Het valt onder gear, denk ik. Het valt onder gear en tech. Ja, nou ja, zo techy is het niet. Want en het is wel een gadget ook. Het is wel een van de eerste dingen die we behandelen waar geen technologie in zit. Eigenlijk. Nee, maar het is geen wel elektronica, zeg maar. Nee, dat is waar. Maar het is wel gebouwd om al je elektronica altijd mee te nemen. Ja, het is een e-sports. Het is dé e-sports rugtas van Dicota. En Dicota, dat kun je kennen, want waarschijnlijk heeft je vader een laptop waar die in een Dicota tas of zo zit. Dat zijn van die hele professionele tassen. Duits merk. Daar gaat daar netjes je tablet in en netjes je laptop. En Dicota had zoiets van: hé, hey, dat e-sports is wel heel erg groot aan het worden hier in Duitsland. Daar gaan we een keer lekker op inspringen. Ja, die, dus... ja, get in line. Maar ze doen wel iets bijzonders, want ze gaan echt in de tassen. Ja, nou ja, ze zaten al in de tassen, maar nu zitten ze in de e-sports tassen. Ja, wat maakt dit een e-sports tas in tegenstelling tot de gewone e-spec die je meeneemt naar school of werk? Nou ja, er zijn heel veel compartimenten. Dus natuurlijk eentje voor je laptop, eentje voor je tablet, maar ook echt voor je toetsenbord, voor je muis, voor je headset, voor je powerbank, die dan weer doorgesnoerd kan worden naar de binnenkant, zodat je bijvoorbeeld je PSP of je 3DS PSP, op kan laden. Ja, je PS Vita, sorry. Dus, ja, je PSP Go. Je PSP Go, inderdaad. Ja, die kun je gewoon opladen aan de binnenkant door de powerbank door te snoeren. Ze proberen echt de gamer heel veel gemak te geven met, weet je, als je naar een LAN-party moet of zo, je doet dat met je laptop. Je laptop gaat makkelijk achterin, je racht je toetsenbord erin, je muis, alles. En het heeft allemaal netjes een compartimentje dat het... maar ook echt aangegeven met een pictogrammetje dat het daar ook echt in moet. Je wordt ook niet... Er wordt niet gestimuleerd dat je zelf input hebt in deze tas. Absoluut niet, absoluut niet. Nee, zodra je dingen in de foute compartiment begint te doen, dan zegt de tas ook nee, dat gaat niet worden. Hier werk ik niet aan mee, daar gedoog ik niet. Maar dit is echt het voorbeeld van Duitse degelijkheid. Dit is wel, nee, maar echt oprecht. Je kunt hem ramvol laden. We zijn ermee naar E3 geweest. Ja. Hij heeft heel veel op mijn rug gedragen. Ik ben er ook mee naar Berlijn geweest. Hij is gewoon continu gewoon ramvol geladen. Hij is 35 liter. Dus dat is gewoon een goede 35 kilo op mijn rug of zo inmiddels. Maar echt laptop, toetsenborden, muizen, alles. Het blijft wel veilig. Het is wel Duitse degelijkheid. Ja. Het is wel, je kunt het de douane doet er niet zo heel... gemakkelijk mee op het vliegveld natuurlijk. Dus Had je echt doormieteren. Nee, meer. Ik bedoel dat ze. Ja, okay. Zij gaan niet heel voorzichtig doen met dingen, want ze werken 200 tassen per uur af. Dus nee, hij gaat alle kanten om, maar alles blijft gewoon veilig. Er is niks in kapot gegaan. En het is, er zijn toch al wat aardig ruige dingen mee gebeurd. Dus, ja, want E3 had je hem inderdaad de hele week bij je. Ja. Dat was ook de lakmoesproef. Want dan moet je hem echt intensief gebruiken. Ja, hoe is die kwalitatief? Want nu moeten wij opeens over katoen gaan praten en zo. Maar hoe is die kwalitatief? Zeg nou, maar? Nou ja, we hoeven niet over katoen te gaan praten. Maar het is wel stevig spul. Het is Zuid-India's rimboe-katoen. Zeker. dat zijn hele sterke vezels. Ja, echt hè? Nee, het is... je kunt praten over welke materiaal het zijn, maar het is gewoon stevig spul. Je kunt eraan trekken. Hiervoor zit ook nog zo'n ding. Ja, dat is voor al je andere kleine dingetjes, zoals de breekbare zonnebrillen of zo. Snoep heb ik er veel in gedragen. Dat was in Berlijn niet zo slim, want het ding is zwart en gloeiend heet. Dus dat ja, maar snoep hoef je ook niet te beschermen. Nou, ja, wel tegen de hitte. Maar, dat zei ik dus. Dat werkt inderdaad voor geen rol. Jij zei voor zonnebrillen bijvoorbeeld, ja, maar die kan breken. Ja, dat is serieus handig. Nee, het heet ook het zonnebrillencompartiment, maar het is best wel groot, dus je kunt er gewoon heel veel kostbare, kleine, breekbare dingen in. Er staat een zonnebrilletje naast, dus ze mag alleen zonnebrillen. Ja, een zonnebril, maar dan duw ik er ook nog iets anders in. Nou, niet zeggen. Niet horen vertellen, nee. Maar als we het hebben over de stoffen, je hebt wel overal van dat padded spul. Je hebt dus aan de achterkant waar dus ook je laptop, die zit meestal op je rug. Sommige tassen, dan kun je je laptop er wel in doen, maar dan af en toe dan voel je die heel hard tegen je rug aanklappen. Dan denk je van, nou ja, dat is niet goed voor de rug of voor de laptop. Hier heb je wel heel veel van dat padded spul. En dat, ik moet ook zeggen, het is heel heet geweest. Het is zo'n thermo-achtige stof dat dan de temperatuur een beetje verspreidt. Dat moet ik wel zeggen, ik had niet zo'n hele zweterige rug. Het had erger gekund. Okay. Als een laptop achter je gewoon aanstaat, ja, het is niet alsof je meteen helemaal wegzweet. Hey, wat kost het ding? Het ding is wel... Ja, daar gaan we. E-sports. Ja. Want mensen die e-sports doen, die hebben tonnen. Ja, dat weten wij van alle publishers die iets uitgeven, het is altijd duur. Ja, als het pro of e-sports in de titel heeft... Jullie hebben geld zat. Ja, nee, dan weet je dat je lomp gaat betalen. Dus ja, nee, het is de richtprijs die ik in de Nederlandse webshops vond
160 euro. Dat valt wel mee. Maar hij is dus wel op heel veel plekken, Duitse webshops, Amazon, you name it, 125 euro. Is valt hij dan wel echt heel erg mee. Voor een tas is dat serieus niet enorm veel. Dat is niet heel veel geld. Kijk, het klinkt natuurlijk wel meteen als, oh, 160 euro, daar kan ik wel drie toetsenborden van kopen. Je moet eens bij de bijkorf bij de tassenafdeling lopen. Het is echt niet, dan gaan jullie allemaal zeggen, ja, het is veel geld. Maar als je bij de tassenafdeling loopt, dan denk je, het valt best mee. Nee, wat je maar krijgt. Absoluut. Het is op Dakota, dus het is wel... Ook in de tassen, weet je, het is niet, bijvoorbeeld Asus heeft ook een e-sports rugtas. Maar ja, dat is dan een hardwarefabrikant die een tas gaat maken. Dus dan is het maar de vraag hoe stevig die tas is. Dit is gewoon super stevig. Dit is van een tassenfabrikant die zich focust op e-sports. Had een heel stuk duurder uit kunnen pakken, als het mij vraagt. Ze hadden van mij ook wel een kleiner maatje mogen maken. Dit is dan wel voor je 15 tot en met 17 inch laptops. Het lijkt me misschien inderdaad, als je ook bedenkt dat niet elke gamer zo'n 17 inch laptop heeft of heel veel gear. Ja, maar ook een diepte ook. Ja, hij is wel heel dik. Hij mag één tintje kleiner, maar goed, als je een toetsenbord en een muis en al die dingen erin wil, dan wordt die ook wel gewoon wat... Het is wel een stevige bult op je rug. Misschien dat ze een keer één subtieler tintje, één versie mogen maken die net iets minder gigantisch op je rug is. Dat zou kunnen, ja. Maar ben je een gamer en wil je dat graag uitstralen, dan is dit wel het ding waarmee je naar school moet. Nou ja, ik vind het niet eens, het straalt niet heel erg gamer uit. Weet je, nee. Het is als je hem openhaalt, zo van, oh hé, je toetsenbord past erin. Maar het is niet dat er aan de buitenkant een draak op staat die zegt van, gaming. Nee, dat het zeg maar een steun tegen een Dragon Age ding. Ja, precies. Maar ik moest ook meteen denken aan hoe MSI altijd gaming profileert. Dat is een draak! Dat is een draak, want dan ben je awesome. Want draken zijn cool voor gamers. Draken waren de eerste gamers. Back in the olden days. Ja. The dragons. How they played League of Legends. Yes. En nee, goed man. Leuk dat we een keer een tas hebben behandeld. Hij is hartstikke awesome. Dat vind ik serieus. Ja, ik vind hij is natuurlijk wel prijzig, maar je krijgt er wel echt een dikke tas voor terug. Dus ik vind het niet heel erg duur. Als je moet investeren in een tas, je gaat naar een nieuwe school of je hebt zoiets van mijn oude e-spec is kapot en je wil ook je gaming gear veilig erin vervoeren, dan is deze van Dakota wel het overwegen waard. Ja. Mooi.